We hadden vandaag de tweede dag van de Deltaloid Regatta 2013. Hier een medemblik en goede wind. Ja, zomaar windkracht 6. Dus flinke actie. En twee mooie potten, 1-1. Ja. Eerste plaats inderdaad. Veel wind. Is het moeilijk om te zeilen met zoveel wind? Ja, het is wel een uitdaging, maar het is ook heel mooi. Ja, want het verschil met gisteren is wel heel groot, hè? Met gisteren, ja. Gisteren had ik even issue. Ik had mijn andere master vandaag op. En gisteren kon ik de snelheid niet vinden. Nu had ik gewoon de oude master op en kon ik het wel vinden. Dus dat was stukken beter. Nou, de eerste twee races gingen dus heel goed. En die derde race, ja, dat was een beetje minder. Ja. Ik lag weer goed. Het is een prachtige start. Het was heel, heel draaiger wind vandaag. Dus ondanks dat er zoveel wind was, was er nog steeds heel patchy, heel veel winddraaiingen. En af en toe komt er dan een grote wolk langs. Dan moet je naar de wolk toe. En af en toe breekt het open. Dan moet je daar even mee spelen. Dus heel veel shifts. Maar die laatste wedstrijd, dus ik lag weer goed. En ik maakte er een foutje met mijn schoten bij de eerste voor de winst rak. En toen, hop, om. Dus ja, dat is lastig. En dan lig je om, maar het is hier ondiep. En dan moet je heel voorzichtig zijn om je mast niet te breken. Dus ja. Dat hebben we gezien bij een Amerikaanse collega, daar is dat wel gebeurd, hè? Er zijn er 5 masten gebroken vandaag. Ja, dus dat is een groot risico. Dus ik heb me heel voorzichtig weer recht getrokken. Maar daardoor verloor ik wel 12 plaatsen of zo. Kon ik nog een paar bootjes pakken en werd ik volgens mij 10e vandaag. Ja. Het klassement, daar sta je er dus nog goed in voor met die 2 gewonnen wedstrijden. Kun je het volhouden deze week, denk je? Ja, ik denk top 3. Dus ja, 2 wedstrijden, 2 dagen hebben we gehad. We hebben nog 3 dagen te gaan. Dus ja, prachtig, leuk.